Kijk eens hier tegen, daar ben ik het nieuwe aflevering van Poké Pinball Rainbow Bell Adventures. En wat een naam voor de game. Ik moest de cartridge weer bijpakken, want ik weet gewoon nog steeds niet hoe deze game heet, eigenlijk uit het hoofd. De vorige waren we dus bezig met dit level. Alleen, het ging niet echt heel 100% soepeltjes. Dus dit stuk was op het algemeen niet zo'n heel erg groot probleem. Wat meer misging was... nog steeds niet hier. I survived one. Nou, niet een survive two. Dat heel vaak hier misging. En bij de ruimte verder. Toen ik geen geduld had. Maar ik kom er wel meer lives er doorheen dan eerder. Ik kom meteen weer terug, ja. Dan ligt er dus geen last meer. Dan meteen naar beneden. Boonk. Oké, jump. Jump. En die duurt even voordat hij er komt. Chaka! Pew, pew. Hey, die spannen hier volgens mij iets. Kijk, die item daar iets wil ik heel graag hebben. Dan kan ik 4 hitpoints hebben. Of niet? Hanna! Oké, jump. Jump. Tactie, of zoiets zei hij? Ik weet niet precies. Hier ging de vorige keer dus ook mis. Maar nu haal ik alles gewoon serieus in één keer. Nou, laten we zien hoe ver ik nu kom. Oh, wacht, hier ben ik een keer eerder geweest, maar toen ging ik hier op een hele random manier dood. Hey, life erbij. Oké. Als goed, ik kom nu waarschijnlijk bij de finish uit. Of nog steeds niet. Dit klinkt al stukken beter. En we zijn er! Wow, nou ging ik even super soepel. In 2 minuten 5. Terwijl in 1 minuut 9 te halen is. What's going on the last time? Nobody knows. Wacht, we moeten er precies naartoe. Zo, wow. Oh, het is zo'n rotating platform level. Oké, die kunnen we zo heel erg snel halen op deze manier. Alleen moet ik game wel een beetje meewerken. Oké, retry. Player 1! Take a die. Hoppa! Flying. Like a malle. Dat was waarschijnlijk iets te hoog, hè? Dat wist ik wel. Dat was ook een beetje interessant houden, hè, dus... deze kant. Did it. Dat scheelt trouwens niet veel, ik ben ook een keer damage opgelopen. 16 seconden, 10 seconden boven de minimale tijd die je voor nodig hebt. Oh, dat is not bad, not bad. Oké, van dit level kom ik zo niet blij. Ik heb geen power-ups. Ik ben almost dead. En met heel veel spikes. Als
terwijl het level me niet zo heel groot is. Wow. Waar komt dit uit? Oh, daar had ik best wel graag willen hebben eigenlijk. Hey, sleutel. Wow. That's nice. I got a key. Come on, let's gonna jump. Jump. Ik heb nog een speciale bonus. Oh, maar als ik 100 van die bellen pak. Extra HP. Maar dan moet ik hem nu pas een keer achter. Die keer wat eerder. Ja, ongeveer 100 als ik de 100 heb. Maar dat maakt het hele spel een stuk makkelijker in één keer. Nee, hier zit ik echt compleet fout. Nee! No! Heb ik de key trouwens nog? De key niet meer heb, ben ik best wel de shaak eigenlijk. Ik hoop niet dat ik al die keys uiteindelijk nog een keer nodig heb. Ja, ik heb de key nog. Nice. Dan moet ik even naar de hele moeder in slaan. Maar natuurlijk, ik kan er gewoon overheen lopen. Dus we gaan eens een stukje verder. Oh, ik moet hier dus eerst een keuze maken. Jezus. Precies de bedoeling. Oh, I'm dead. Zucht. Start. Gaan we weer. Dit gaat een heel langdurig leveltje worden. Maar ik ben wel benieuwd wat de endboss in dit level is. Deze wereld. Moet ik even kniezen. Het is wel lastig als je controle vast hebt en een gamer bent dat je moet niezen. Zo verschrikkelijk. Nou, ik deze gewoon weer een keer nemen. Deze deed me de vorige keer best wel goed. Goed af te gaan. Er is heel veel bij nodig. Dan gaan we deze dit keer nemen. Waar komen we dan uit? Weer waar we een keer eerder waren. Deze. Ja, je bent net ook eerder geweest. Neem we toch die. Oh, die kun je niet kapot maken. Oh, dat is het. Katty, zeg ik nou serieus? Dat is wel een hele goede smaak. Voor een auto. Oh, hieronder zit dus niks. Oké, okay, die kant op. Kom hierin. Nog een keer. Ik kan hier dus nog niet in, want ik heb een basic key. Geen roze. Best wel dicht bij de goal, want die moet hier ergens zitten. Oh, daar. Goal! Let's do it. 20 seconden tijd kunnen de level dus halen. Als je precies weet wat je aan het doen bent. Maar nu komt dus een boss battle. Oh, wat was dit level? Oh, dit level ken ik nog wel, ja. Dit level is echt verschrikkelijk. Want die boss mag niet boven bij die knop komen. Want dan ben je namelijk dood.
Dus je moet gewoon een paar keer op springen. Oh, die gaat dus niet kapot slaan. Alleen hij gaat nu eigenlijk steeds sneller omhoog. Oh, dit ding is echt verschrikkelijk om te ontwijken, joh. Oh my god. Ik kan ze dus niet kapot slaan, ik heb dit even getest. Het is echt verschrikkelijk. Oh, jezus. Ja, ik weet niet hoe ik die ding moet ontwijken. Of ik ben gewoon weer dood. Deze bos ben ik toen ik klein was al heel lang op gezeten, want puur omdat het ook zo lastig is. Maar hierna zijn er nog drie werelden. Nee, dat is niet handig om er tegenaan te vliegen. Doe ik het weer. Kijken. Nog een keertje. Nee, laat hem bijna. Kijk, dit gebeurt dus als je die knop indrukt. Dan vallen die platformen naar beneden en dan ga je dood. Dat is hoe de boss fight works. En hij vliegt natuurlijk steeds sneller omhoog. Oké, dat is gewoon echt weer puur random. Ik ga precies weer tegenaan springen. Hoppa. Hoppa. En hop. Hop. Wow, and we did it. We hebben het gehaald. Begin sneller dan verwacht. Dus in ieder geval, laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En dan tot de volgende keer. Tschüss.